Hallo, ik ben Robert Geurts. Ik ben 42 jaar en ik woon in Seerberg. Ik ben geboren met een paranormale gave en behandel sinds 17 jaar mensen. Sinds 2012 ben ik begonnen met het behandelen van paarden. En omdat mijn eerste paard dat ik destijds behandelde zo'n succes was, heb ik besloten om mij daarop toe te leggen. Ik behandel nog steeds mensen, maar dieren en paarden in het bijzonder vind ik prachtig om te doen. En bij mensen wordt vaak gezegd, zit tussen de oren. En bij paarden en honden zie je gewoon dat ze echt reageren op wat je aan het doen bent. Ja, mensen die ontkennen nog wel eens, maar bij dieren is daar absoluut geen sprake van. Ja, op het moment dat ze je niet mogen, dan zijn ze ook zo weg. Bij dieren kun je ook direct het effect zien van op het moment dat je ze aan het behandelen bent, hoe ze reageren. En meestal tijdens de behandeling leg ik de hand op de plaatsen waar het nodig is. Maar niet zelden ga ik er ook een eentje van afstaan. Ik hoef niet altijd lijfelijk contact te hebben. Ik behandel ook via foto, ja, dat is eigenlijk door middel van telepathisch contact. En dan speelt de afstand überhaupt geen rol. Op dit moment behandel ik zelfs katten in Canada. Korte behandeling is niet voor alles geschikt en daarom is het raarste moment voor even af. Ja, in geval van zo'n grote afstand heb je bijna geen andere keus. Foto behandeling werkt ook goed bij bijvoorbeeld mensen die volgende dag examen hebben. Ik ben geen arts of dierenarts, ik stel dus geen diagnoses. Ik zal mijn dienst ook nooit boven die van een arts of dierenarts stellen. Buiten mijn handen gebruik ik geen andere middelen dan een pendel en een rozenkrans. Ik gebruik geen stroom, het is ook geen magneetveldtherapie. Wel voel je energie stromen. Op het moment dat ik mijn handen opleg, dan wordt het warm of begint te tintelen. Zo dadelijk zult u zien hoe ik behandel. En daarnaast zullen ook een aantal klanten van mij zullen hun ervaringen met mij delen met jullie. Ze vertellen dan hoe ze eigenlijk tot mij gekomen zijn, wat ik gedaan heb en zeker ook wat de gevolgen voor hun zijn geweest. Nou, ik ben Margie Schoenmakers, ik kom uit Arnhem en ik werk sinds een jaar bij Gerrit op de paardenopvang in de Achterhoek. Dat is een stichting die vangt paarden op en zorgt dat ze ook weer opnieuw geadopteerd worden na herstel. Het kan lichamelijk of geestelijk herstel zijn. En zo heb ik ook Robert leren kennen, die komt ook één keer in de zoveel tijd als vrijwilliger hier om de paarden te behandelen. En hij komt en voelt welk paard op dat moment een behandeling nodig heeft. Of hij loopt een wei in en de paarden komen zelf zich melden van hallo, vandaag is het mijn beurt. Zo ook een poos terug kwam hij Pariba behandelen, dat is het zwarte KWTN paard achter in de wei. En dat was de eerste keer dat ik Robert leerde kennen en dacht van ik ga eens kijken wat hij doet en hoe dat werkt. Want ik had wel eens van een magnetiseur gehoord, maar nooit gezien hoe zo iemand werkt. Dus ik ging vol enthousiasme erbij staan om te kijken wat hij deed en hoe hij contact maakte met het paard. En vervolgens voel ik een hand van Robert op mijn schouder en denk wat gebeurt hier. Maar voordat ik dat echt kon denken voelde ik al van alles in mijn lijf gebeuren. En dan zal je denken, wat voel je dan? Ik ga ervan uit dat dat per persoon verschilt. Maar voor mij was het dat ik gewoon een hele energiestroom door mijn lijf voelde. Ik dacht van, wow, wat gebeurt hier? En dat was zo mooi en zo heftig dat ik daar ook wel wat zwabberig van in mijn benen werd. En wat het effect daarvan is, wat ik nu merk, is dat ik makkelijker contact kan maken met de paarden. En de paarden ook. Naar mij het contact maken, zoals hier deze dame op dit moment doet. En daarnaast is er een ontwikkelingsproces in mij gestart waar ik nog vol in zit. En kijk, waar ga ik naartoe? En dat vind ik ook heel erg leuk. Dit is Amigo. Amigo kwam binnen als paard met headshaking syndroom en had heel veel disbalans. Hij had een hele harde hals. De ontlasting was niet goed, dus altijd tegen een dunne aan. Dit paard heeft Robert ook behandeld en zijn headshaking syndroom is verdwenen, zijn harde hals is weg en zijn ontlasting is nou goed. En we hebben sinds korte tijd kunnen we ook echt goed bereiden dat hij niet meer shaked en dat hij dus eindelijk goed in zijn vel zit, dankzij Robert dus.
Nou, ik ben Marloes Wisseling. Sinds dit jaar eigenaresse van het Veulen Guusje. En die had dit voorjaar nog op weg. Er kwam een luchtballon langs. En daar is deze dame zo ontzettend van geschrokken dat ze heel hard door de draad is gerend. En met als gevolg dat ze een hele grote wond boven aan haar been had. Die eigenlijk wel gehecht is, maar eigenlijk niet goed lukte om die goed te laten helen. Dat is helemaal weer open gegaan. Gelukkig is Robert ons komen helpen. En door middel van een middeltje wat hij voor die wond had. En ook zijn talent natuurlijk. Heeft hij mede voor gezorgd dat de wond ontzettend mooi is geheeld. Heel mooi is dichtgetrokken alsof het nog gehecht was. En eigenlijk nauwelijks nog zichtbaar is. Mijn naam is Wim Ruters en ik woon in Azewijn. Hier hebben we Kai, onze Kai. Hè? Kai had het voor een hele poos terug, ja, omdat hij wel een beetje wild is. Een behoorlijke blessure aan zijn achterpoot. Ja, nou, een hond kruppelt wel sneller natuurlijk. Ik had nou eerst maar een paar dagen afwachten. Uiteindelijk ging ik mee naar de dierenarts. En die hebben er foto's van gemaakt. En die zeiden nou, de botjes liggen los en de bot is gespleten. Ik kan er zo niks mee. Ik denk dat hij geopereerd moet worden. Maar ik zal het even met mijn collega's overleggen. En dan bel ik u erover terug. Nou, s'avonds om 6:30 belden ze op van, nou, ik heb het met mijn collega's overlegd en we vinden toch dat die hond geopereerd moet worden. En dan gaan we die poot lossnijden en dan zetten we die botjes aan elkaar vast. En kost €2300 zonder die nabehandeling, want die komt er dan nog bij. En vervolgens zei ze, nou, je kan meteen morgen vroeg in Oosterbeek is nog plek, kun je meteen terecht. Ik zei, weet je wat ik doe? Ik bel Rob de cursus even en laat hem er eens even naar kijken, want wat hij met paarden kan, kan hij waarschijnlijk ook wel met de kleindieren. Nou, Robert heeft hem een keer of 4-5 behandeld en hij rent weer als een oude hond. Af en toe, als hij echt wild geweest is, dan heeft hij nog wel vast. Dan trekt hij nog wel een beetje met de poot, maar anders had hij helemaal niet meer kunnen lopen. Dus Robert, nog steeds heel erg bedankt. Het is alweer een tijdje geleden dat Robert hier voor het eerst is gekomen. Ja, we hadden toch wel veel problemen met paarden. Er was iedere keer wat. Kreupel, lekker, ja, van rijden kwam niet zoveel. Ik zat zelf ook met flinke bekkenklachten al jaren. En we hadden natuurlijk nog een zoontje die al 3 jaar niet doorsliep. Gewoon 3-4 keer per nacht moest ik eruit. Wat ik lichamelijk al niet zo goed kon. Dus die sliep dan weer bij ons op de kamer. Dus we dachten, nou ja, baden nu, dan schaadt het niet. Wat Robert precies deed, wisten we ook niet. Maar we hadden zoiets van, ja, je kunt het al echt proberen. We hadden wel goede verhalen gehoord. Dus Robert is bij ons thuis gekomen en heeft als eerste rondgekeken. Hij kwam natuurlijk voor de paarden. En toen zeiden ja, maar je had ook nog iets met je zoontje. Dus zullen we daar maar eerst mee beginnen. Toen heeft hij bij ons in huis rondgekeken. En hebben zijn zoontje ook behandeld en zijn slaapkamer schoongemaakt. En en mezelf ook behandeld. En de eerste ervaring was raar. Het gevoel wat je krijgt als hij met zijn handen aan het werk is, is dat het wordt warm. Je voelt door je lichaam energie stromen, of nu wel of eruit gaan. Je wordt een beetje duizelig van. Dus het was in ieder geval een rare ervaring. Maar we hadden zoiets van, nou ja, we gaan het zien. Na een paar dagen, vond ik wel mijn zoontje, de eerste nacht sliep hij al door. Toen dacht ik, nou, toeval. Nacht 2. Bijzonder. 3. Ja, kan eigenlijk een toeval weer zijn. Maar ja, je hebt toch nog zoiets van, het zal wel. Nou, na een week heb ik maar een appje gestuurd van top, het heeft goed geholpen. Die paarden, die heeft hij allemaal bekeken. Van destijds 3 paarden, moeder en 2 zonen. En moeder was ook al jaren een beetje aan het kwakkelen. En het mooie was, te zeggen wel, dat zijn paard is de spiegel van de persoon, maar Robert gaf meteen aan met Mary, die ik als veulen heb gekocht. Een beetje mijn soulmate. Die had zoiets van, dat was een kopietje van mij, lichamelijk gezien. Dus die heeft hij ook behandeld. En dit is Jensel, haar 10-jarige zoon. Die heeft ook wat lichamelijke problemen gehad. Ja, die heeft ook al gezien, maar ja, hij deed altijd wel zijn best, maar toch een beetje stijfjes, een beetje moeilijk. En die heeft hij ook behandeld. Toch een paar kleine dingen die hij
ontdekte qua spieren waar wat blokkades zaten. Nou, dat heeft hij behandeld. En ik ben er nu ook zelf weer mee aan het rijden. Want eigenlijk altijd was het voor mij een beetje een brug te ver. En hij doet het nu echt helemaal top. Hij begint zich echt te ontspannen en hij doet het hartstikke goed. En af en toe communiceert hij een keer met Robert. En dan vertelt hij even wat hem dwars zit. Of wat wij te veel van hem eisen, want dat is het vaak. Of wat hij niet snapt. En dat communiceert wel een stukje makkelijker.